En de laatste is avocado. Aan wie vraag je die? Aan jou. Niet aan mama? Nee. Oh, papa wil hem niet weggeven, zie je dat? Nee, geef. Jee, ik vaat er vandaan. Heb je nog wat? Nog een stuk. Mag ik dan de banaan? Aan wie vraag je dat? Nou, ik heb geen kaarten meer. Dus ze vragen het bij jou. Aan jou. Ik zit te filmen. Goedemorgen, het is zondag en ik voel me echt niet zo lekker nu. Ik kon er vannacht ook echt niet van slapen. Gisteravond eigenlijk, als ik er nu aan terugdenk, was het al niet goed. Want ik had gisteravond gewoon geen trek ergens in. Heb ik ook niks meer gegeten. En ik werd ook echt zo wakker. Ik heb nog steeds niet echt eetlust. Nou, dat is echt uitzonderlijk voor mij. De hele zware spieren. Niet echt misselijk of buikpijn of hoofdpijn of zo. Dus ik heb echt geen idee wat het is. Ik weet wel dat ik echt kapot moe van ben. Ik heb echt 2 uurtjes geslapen of zo. Echt, daarnet ook niet meer gevlogd. Toen was ik wakker met Sarah. Omdat ik toch niet kon slapen ervan. Dus Marco is net wakker en die moest wat dingen ophalen. Dus die is nu even de deur uit met haar. Ze is even mee. Dus ik ga nog even proberen hier te slapen. Soms werkt dat ik dan voor de tv in slaap val, want in bed val ik gewoon niet in slaap. Echt, ik voel me echt even, echt wel beroerd, zeg maar. Net de hele tijd op bed gelegen en best wel even geslapen. Ja, oh dankjewel. Dus ik voel me wel iets beter, maar ik voel me nog steeds niet helemaal top. Ja. Maar goed, ik moet er toch een keer uit, dus... Oh, Sarah, ik ga nu even bandjes breken voor de pasta dadelijk. En dat kan gewoon even lekker op de bank. Moet hij rood? Wat zeg je? Moet ze rood zijn? Nee, gewoon normale stukjes. Oh. Ik vind het een beetje dan in kleine stukjes. Gewoon. Oh, ik doe het erbij. Ja. En dan moeten we allemaal. Net gegeten en het gaat ietsjes beter. Maar ik voel me echt nog steeds zandzak. Maar we gaan even een spelletje spelen met Sarah. Voordat ze gaat slapen. Hebben jullie druiven? Je moet vragen aan wie? Wie heeft de donkerblauwe? Nee. Wat dan? Je moet zeggen, papa of mama, heb jij van die kleur die kaart? En dan moet je kijken of je geluk hebt dat we dat papa, hebben. Papa? Ja, schat. Heb jij donkerblauwe kleur? En dan moet je wel zeggen, welke dan? Dus dan donkerblauw van... Eentje is al, heeft al een kleurtje, die heb jij. En dan, of je hebt er 2 of 3, misschien heb je zelf er ook al een van. Heb je al gekeken? Je hebt al vaak een kwartet gespeeld. Je moet even kijken wat je allemaal van die kleur hebt. Zelf al. Je moet alle kleurtjes bij elkaar leggen. Dan kan je ook zo zien welke je al mist. Hé, ik heb al zelf de kleuren. Ja, die moet je dan bij elkaar leggen. Zullen wij even gewoon wegkijken? Dan kan je ze gewoon even open bij elkaar leggen. Kijk, nu zien we het niet. Ja, ben je klaar? Ik ben klaar. Oké, dan mag je weer zeggen, papa of mama, heb je van die kleur? Heb je dus de donkerblauw eentje van? En welke naam staat daar bovenaan? Dagobert. Dag. Dagobert. Duk. Ja, vandaag bij Duk, donkerblauw. En dan moet je dus een woordje die je nog niet hebt. Druiven. Aan wie vraag je? Papa, had ze gezegd. Nee, die heb ik niet. Oké, dat is papa. Ik heb de wit nog. Mama? Niet verklappen wat je hebt, ja. Heb jij van Donald Duck sinaasappel? Dan heeft hij zo'n kleur, dus maar. Lichtblauw. Ja. Papa heeft ze 4 en heeft ze 1 keer een poes. Sarah, mag ik nog een keer op? Ja. Sarah? Ja? Heb jij van rood, van Guus Geluk, heb je daar de champignon van? Nee.
ben aan het kijken. Welke kleur zei je? Rood. Nee. Nee? Nee, dat ben ik. Oké, dat is wel. Papa, heb jij van groen, kwik, kwek en kwak de mandarijn? Nee. En de laatste is avocado. Aan wie vraag je die? Aan jou. Niet aan mama? Nee. Oh, papa wil hem niet weggeven, zie je dat? Nee, geef. Jee, ik maak er gelijk. Heb je nog wat? Nog een duk. Mag ik dan de naam? Aan wie vraag je dat? Nou, ik heb geen kaarten meer. Oh. Ze vraagt het aan jou. Aan jou. Ik zit te filmen. Mag ik de... De ananas. Aan wie vraag je dat? Aan jou. Ja. Zijn we echt tijd meer om alle kaartjes te vergelijken met deze? Ik dacht wel al ananas had. Ja, die heb je welke, heb je wel een beetje welke. Je moet vragen, hoef je niet wat op te zeggen. Ja. Van? Van mij? Ik bedoel, van welk figuur? Heb je er nog vier? Ja. Oh, kwartet. Mag ik van oma Duk? Nou ja. Van oma Duk de appel. En de bloemen. Nou, je bent wel echt de winnaar. Vier. Ik heb er drie. Papa heeft er maar één. Volgens mij is dit echt de allersaaiste vlog die ik ooit heb gemaakt. Maar goed, het is avond en dan voel ik me eigenlijk altijd wel iets beter. En dat voel ik me ook wel. Ik hoop dat gewoon dat ik een goede nachtrust ook heel veel ga doen. Al heb ik echt al heel veel geslapen. Ik ga in ieder geval even wat te eten maken, want ik heb nu wel honger. En ik heb natuurlijk vanavond wel gegeten. Dus... Ik hoop dat dat gewoon helpt, dat ik me morgen helemaal weer top voel. Nou, ik dacht dat dat dus zou helpen, maar op de een of andere manier voel ik me er gewoon niet eens echt slechter, maar ook niet echt beter door. Dus ik heb nog even tegengezet, want ik heb wel heel dorst, heel veel dorst en dan ga ik daarna naar boven. Nou, dat heeft me wel iets beter gedaan. Ik ga wel naar mijn bed, het is nog vroeg, maar ik ben zo moe. Dus sorry voor de korte, totaal niet boeiende vlog vandaag. Maar ik kon er helaas niet meer van maken. Ik wil wel bedanken voor het kijken en tot morgen.